Goedemorgen allemaal, welkom bij de kick-off van de valpreventie voor de gemeente Drimmelen. We gaan vandaag even uitleggen hoe de ketenaanpak eruit ziet en er zijn al wat mensen om gemeten te worden, dus dat is alleen maar fijn. Ja, binnen de gemeente Drimmelen hebben we de samenwerking opgezocht met verschillende ketenpartners. Dit is gebeurd zowel hier in Maden, maar ook in de andere dorpskernen. Dat ziet er als volgt uit. Dus vanuit de gemeente Drimmelen zijn Michel en ik benaderd om te kijken van goh, hoe kunnen we die ketenaanpak vormgeven en wie kunnen jullie daarbij helpen? Daar is de stuurgroep uit ontstaan. Michel is van jouw fysiotherapie, jouw centrum in beweging. Ik ben Eline van Geria Fit Fysiotherapie en tegenover mij staan Ellie Akkermans van Thebe en Mireille van SWO. Wij hebben met z'n allen het plan van aanpak uitgerold, bedacht en gaan dat dus vanaf vandaag mee van start. En in de lokale dorpskernen zijn er nog verschillende kartrekkers vanuit de huisartsenzorg, thuiszorg, lokaal, sociaal. Vanuit elk domein helpt er wel iemand mee. En met als doel, we willen graag vallen voorkomen, maar we hebben het ook wat groter getrokken. We willen eigenlijk van Drimmelen de vitaalste gemeente maken van Nederland. Daarom is Jurgen ook vandaag aanwezig, dat is een van de wethouders, dus die wil daar graag ook even wat over zeggen. Ja, dankjewel Eline. Wij vinden het als bestuur van de gemeente Drimmelen enorm belangrijk dat we een vitale gemeente zijn. En daarbij hoort vitaal ouder worden. Valpreventie betekent dat we mensen op leeftijd preventief dingen leren om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. En daar staan wij voor als gemeente om dat op die manier te doen. En daarom dragen wij graag bij vanuit dat soort projecten. Het Gezond en Actief Leven Akkoord geeft ons ook de kans om daarin te investeren als gemeente. En wij zijn erg blij dat we dat met deze partners op deze manier kunnen doen. Hoe ziet dan eigenlijk een ketenaanpak eruit? We gaan eigenlijk vanaf het kleinste begin van opsporen wie zijn de mensen in de gemeente die een verhoogd valrisico hebben naar het in balans zijn helpen. Ja, dit is een wat complexer plaatje, maar ik loods jullie heel even door de ketenaanpak heen. De mensen met een verhoogd valrisico die worden opgespoord en vervolgens gescreend. Wat voor valrisico is er? Is dat een laag valrisico, midden of hoog? Aan de hand van hun valrisico worden ze genavigeerd. Of in het zorgdomein, of in het zorggemeentelijk domein, et cetera. Het is namelijk zo, mensen met een laag risico, dat zijn degenen waarbij we vooral kunnen zorgen dat ze vitaal blijven, sterk op de been. Het verenigingsleven hier in de gemeente is vrij groot. Er zijn heel veel sportclubjes, sjeudeboel, seniorenwandelclubjes, bedenk het niet of we hebben het. Daar willen we de mensen naartoe leiden. Voor de mensen met een midden- en een hoog risico geldt dat ze bij de ketenpartners aan kunnen sluiten bij valpreventie oefenprogramma's. Even kijken. Ja, valpreventie Drimmelen krijgt beeld en gevoel. We hebben een logo wat zometeen onthuld gaat worden. De cirkel staat voor cirkels rond, in balans, maar ook in beweging. De mens staat voor ons centraal, dus het is echt een individueel gericht plan. En val, het woord wat letterlijk de link legt met het initiatief wat we vandaag hebben. En dan ga ik even het woord volgens mij aan Michel geven. Dankjewel. Om het van start te laten gaan, hebben we hier Jurgen, die volgens mij als het gaat over practice what you preach, zelf ook veel met gezondheid bezig is. Dus we gaan straks, Jurgen wordt getest op de smart floor. Dat is een vloer waar je twee keer overheen loopt waarin we het valrisico in kaart kunnen brengen. We gaan ervan uit dat Jurgen groen scoort. Als Jurgen groen scoort, vinden wij het wel verantwoord dat hij daarna over de stapstenen, zonder de grond te raken Jurgen, over de stapstenen naar de laptop loopt en op de spatiebalk drukt om het logo te onthullen en daarmee ook de valpreventie ketenaanpak van start te laten gaan. Dus bij deze Jurgen de uitnodiging om met Eline mee te gaan. Wat Jurgen zo meteen mag doen, is twee keer over de vloer op en neer lopen. Dus je blijft eigenlijk op de mat, daar draai je om, je komt terug en je loopt nog een keertje erover. En dan na de tweede keer mag je er afstappen, dan mag je een klein beetje de dode hoek in. Want dan snapt de vloer dat jij niet meer op de mat staat, zal ik maar zeggen. Je loopt er gewoon overheen zoals je normaal zou lopen.
that's it. Hij doet niks geks, hij gaat niet wiebelen, het is geen attractie. Het ziet er zo simpel uit, maar het kan ons heel veel vertellen. Dus we zijn benieuwd. En ik moet gewoon in het midden... Ja, nee, je mag gewoon wat voor jou handig is, als je er maar op blijft. Dat is het belangrijkste. Ja! De grote onthulling, groen. Yay! Dus je mag over de stapstenen bij Michelle zorgen dat je de grond niet raakt. Ja, goed zo. Wat we hier doen is eigenlijk met deze sensor meten wat het valrisico is voor mensen. Het is een kleine screening. Deze sensor is geconnect aan de smartfloor die hier op de grond ligt. Dat is een mat van 6x1 waar verschillende sensoren in zitten. De persoon heeft deze band om. Daarmee loopt hij over de mat en die heeft verschillende parameters. Zoals je hier kan zien. Loopsnelheid, de loopafstand. En daar volgt een risicoprofiel uit. Rood is natuurlijk een hoog risico. Oranje is een middenrisico. En groen is dat het helemaal goed is. Dus zo kunnen we al een klein beetje een kleine inschatting maken van iemands valrisico. Ik weet niet hoe lang ik al binnen. Ik